Ja, ik kwam dus echt hier helemaal overheen gevlogen. Geruisloos, ja, over de basis. Het rustige Soesterberg blijkt een ware hotspot te zijn voor UFO-waarnemingen. De UFO? Hoofdstad. UFO-hoofdstad? Ja. Oh ja, natuurlijk is dat het. De afgelopen jaren kwamen bij het UFO-meldpunt de meeste meldingen uit Soesterberg. Ja, natuurlijk met al die vliegtuigen die hier rond komen vliegen, natuurlijk. Ik heb het zelf een keer gezien. Je hebt een UFO gezien? Ja. In een flits, het bleef draaien in de lucht en het schoot toen weg. In een docu zoekt Bram uit of Soesterberg echt zo in trek is bij het buitenaards leven. En daarbij denkt hij aan alle opties. Maar ja, is het dan buitenaards? Is het interdimensionaal? Zijn het tijdsreizigers? Je hoofd kan er op hol gaan slaan. Een van de bekendste waarnemingen was in 1979. 12 militairen zagen een grote zwarte driehoek die nu bekend staat als de UFO van Soesterberg. Allemaal hadden ze over lichten. Lichten die in een bepaald patroon van elkaar zich voortbewoog boven startbaan. Bram wil weten wat die militairen toen hebben gezien en waar al die andere meldingen vandaan komen. Van een enorme zwarte driehoek kan je wel zeggen dat het verkeerd geïnterpreteerd is. Maar dan ga je al sneller denken naar iets van bijvoorbeeld een geheim militair project. Ik denk niet dat we er heel snel achter zullen komen, maar ja, het is leuk om erover te mijmeren, toch? Naast uitzoeken wat daar gebeurd is, wil Bram graag wat hij het UFO-taboe noemt doorbreken. Mensen trokken het een beetje in het belachelijke. De meesten van dat peloton, wat toen die nacht dienst had, die zijn op basis van die reacties een beetje in zichzelf gekeerd geraakt. En die hebben er niet meer over gesproken. Van portretten van eigenlijk hele normale mensen die iets heel abnormaals hebben meegemaakt. Maar dat er in Soesterberg iets aan de hand is, weet hij zeker. Ik ben van mening dat we over 100 jaar misschien weten wat het is en dat het dan heel normaal is, weet je wel.